Albina en omstreken heeft momenteel ook te kampen met wateroverlast. Volgens Clyde Hunsel, districtscommissaris van Marowijne Noordoost, is een aantal erven onder water. Hij zegt dat het ministerie van Openbare Werken ondertussen is geweest om te kijken wat gedaan moet worden om de schade te beperken. Hier en daar zijn een paar erven die eigenlijk onder water lopen. En een paar worden weer droog, maar het overgrootste deel blijft blank. En vooral het gedeelte van Albina, ik denk de twee straten in Jipikeweg en Ligland-Baaldeel, die dreigen eigenlijk weg te spoelen door de Manuele Rivier. Of althans, het blijft steeds onder water lopen, vooral in de ochtenduren, middaguren. En het is helemaal gezakt nu op dit moment. Uh-huh. Wat denkt u dat er als hulp geboden moet worden? Ja, dus gisteren nog was OWE hier. Afdeling ontwatering. En ik heb ze aangegeven, het zal zeker in de miljoenen kosten om het helemaal in orde te hebben. Vooral oeververdediging, het rijden van stalen wanden. En daar zie ik wel een oplossing, maar het gaat echt heel veel geld kosten. Mm-hmm. Ja, dus het is een zaak van nu van de regering om te kijken hoe zij eigenlijk het probleem kan oplossen. Want op het niveau van de DC, dat zal niet zo gemakkelijk zijn. Hunsel zegt dat de situatie van Albina en omstreken nog lang niet erg is als in Brokopondo en andere gebieden. Als mijn vrouw gepolder is urgent, daar, als ik de bieden mag geloven, daar is het echt verschrikkelijk. Dus het is best wel goed dat de regering op dit moment volle aandacht schenkt aan het district voor Gepondo. Want wat ik daar heb gezien, via de beelden, sociale media, daar is het, ja, het is niet naar huis te schrijven. Dus voor mij is het niet erg als ze op dit moment richting Brokopondo als geheel zou kunnen doen. En wat heeft u dan als antwoord gekregen van het ministerie van Openbare Werken? Openbare Werken, die zei me dat we gaan het niet zelf bekijken, want dat is niet echt een gemakkelijke job. Maar op dit moment gaan we kijken via openbare aanbestedingen om eigenlijk de wegen, wat ik daarna heb genoemd, in die PQ-weg en de Ligandbouw te kunnen verhogen. Dus helemaal te laten asfalteren. Dus dat is eigenlijk de plannen die hoe we hebben op dit moment. Dus het is nog even wachten. De burgervader van Marowijne, Clyde Hunswijk, zegt dat nog niet is aangegeven wanneer het probleem opgelost zal worden.